Maar toen u het op de kaart zette, waren de reacties toen unaniem positief? Want er zijn ook wel negatieve reacties, hè, die hierop... Ja, maar er zijn altijd negatieve reacties loskomen op iets nieuws. Dat is maar natuurlijk... waar komen die vandaan, Hiske? Weet jij dat? Sorry, mijn mond vol. Pardon. Dat was geen goed moment. Nee. Iemand anders. Nee, maar goed, als je de negatieve reacties... Kijk, we moeten gewoon veel minder vlees gaan eten. En als we vlees eten, moeten we gewoon een goed stuk vlees eten. En daar moeten die boeren ook gewoon goed voor betaald worden. En daar moeten wij ook willen betalen. Maar het moet niet zo zijn dat die schappen maar vol liggen met allerlei kiloknallers. En daar moeten we vanaf. En als dit de toekomst is, dan kunnen we echt ook een hele grote stap maken met het probleem wat we in het begin van de uitzending bespraken. Zeker. Meneer Hoekstra, proeft u het verschil? Nee, maar wat ik juist zo indrukwekkend vind is dat, dat Blauw bijna geen verschil proeft. Want ja, dat ik geen verschil proef, dat is echt niet zoveel. Dat geloven we allemaal wel. Maar dat met zijn expertise, dat hij zegt, dit is de toekomst, goed genoeg. Innovatie, culinaire innovatie. Ja, en dit is echt ook, we hadden het net over de top. Ja. Dit is ook gewoon ik vond het echt een historisch moment voor mezelf, dat ik, dat ik dit in mijn mond had. En je hebt in Engeland Marco Pierre White. We gaan volgende week naar Tel Aviv toe samen. En dat is een beetje mijn idool. Ik vind het al heel wat dat ik gewoon met hem het op reis... Het is zo interessant dat hij... Marco Pierre White is echt een hele bekende Engelse chef. En dat was dus een chef die vegetariër is.